it told me to reach out when lost. But when I tried to call, hope was all gone. Nou, een spannende avond voor jullie, denk ik, hè? Ja, zeker. Zeker. De eerste keer echt eigen, helemaal eigen show. Ja, te gek. But when I figure out this world had grown deep inside me, I couldn't move. Positief, dat is wel echt iets wat ik heel erg in mijn muziek probeer te benadrukken, zeg maar, positiviteit. Dat voel je bij elk liedje wel, ook al zitten er ook echt wel hele treurige liedjes bij, maar je voelt wel dat er een soort van hoop is, toch? Dus ja. Meerdere favorieten, omdat ik ook dus heel veel meerdere dingen nog steeds leuk vind en daarom dus nog steeds aan het zoeken ben. Maar ik vind bijvoorbeeld Back to You, dat is een ballad. Vind ik heel mooi, omdat ik daar echt, die heb ik ook in one take gedaan. Omdat ik expres niks wilde overdubben, dat zo noem je dat als je iets opnieuw inzingt dat het niet goed gaat. Maar ik heb daar juist ook echt schoonheidsfeitjes ingelaten, omdat je daar wel heel erg dat gevoel in zit. En aan de andere kant vind ik Like a Lady heel leuk, omdat die echt super funky is en daarvan wil je gewoon meteen dansen. En dat, ja, dat vind ik de positiviteit die dan echt wel voelt. Nou, dan denk ik dat we zo'n show als dit in grote zaal hebben gedaan. En dan iets beter voorbereid, iets meer tijd genomen en nog grotere crew. We hebben nu al een crew van bijna 18 man. Nee, bijna 18, ik bedoel bijna 20. Het zijn er 18. En ja, dan is het gewoon een brand, denk ik. Ja. Yeah.